Hallo, ik ben leerkracht cultuur- en gedragswetenschappen op deze school. Ik ben de krant aan het lezen, omdat actualiteit volgen heel belangrijk is voor mijn vakken. Vooral bij cultuurwetenschappen gaan we regelmatig kijken wat er in de wereld gebeurt. Cultuurwetenschappen houdt in dat we gaan kijken naar hoe de mens de maatschappij organiseert. Het is heel breed, dus we gaan bijvoorbeeld het hebben over Belgische politiek, over recht, over journalistiek, over filosofie. En waar de normen bij de mens staan daar in centraal. Dus als die dingen jou interesseren, dan is cultuurwetenschappen echt een vak voor jou. Bij gedragswetenschappen gaan we meer kijken hoe de mens functioneert en hoe de mens functioneert ten opzichte van de maatschappij. De belangrijkste wetenschappen binnen de gedragswetenschappen zijn sociologie en psychologie. Dus als je dat zou willen verder studeren later, dan zit je zeker ook op je plaats in de humane wetenschappen.